Maar eerst gaan we naar Den Haag vandaag. Ja, Ed, vorige week gepromoveerd, gefeliciteerd moet ik dan zeggen. Ja, dankjewel. Want het is altijd een heel wonderlijke dag natuurlijk om dat mee te mogen maken. Ja, het was heel bijzonder. Er waren erg veel mensen. Ja. Natuurlijk veel mensen uit Den Haag ook, uit de regio. En ongeveer 300. En het leuke is, voorafgaand aan zo'n promotie mag je dan een eigen verhaal houden. En ik heb geprobeerd daar een statement af te geven en uit te leggen. En ik hoorde jou dat net zeggen, als ik zo vrij mag zijn. Dat mag. Om met elkaar af te spreken dat we nooit meer over lagere overheden hebben. Omdat als je het over lagere overheden hebt. Ja, daar zeg je al iets mee, hè? Ja, daar heb je het over gemeenten en provincies. En oordeel Den Haag, in. Ja, en Den Haag zegt, we moeten die decentrale overheden veel meer taken geven. Want die zitten dichter bij de mensen. Dus wanneer Den Haag spreekt over lagere overheden, dan plaats je de bevolking ook laag. Ja, en vond iedereen dat een goed idee? Ik kreeg, het komt niet zoveel voor, ik kreeg een open doekje, zoals het heet in theater. Ja, iedereen begon te klappen. Ja, dat vond ik wel een overwinning. Ja, dat is, en dat is ook een diepe overtuiging van mezelf, dat je die decentrale overheden, die gemeenten, provincies nodig hebt om beleid bij de mensen te geven. En ik vind dat in Den Haag veel te weinig wordt benoemd. Ja, wij kennen u natuurlijk eigenlijk vooral als onze voorman van de provincie Overijssel, die als lobbyist in Gelderland, die als lobbyist in Den Haag altijd voor onze belangen opkomt. Ja. Vervolgens bent u eigenlijk op wetenschappelijke wijze uw eigen werkzaamheden gaan analyseren. Ja, dat mag je wel zeggen. Nou, het was mij in de jaren al wel opgevallen hoor, dat decentrale overheden, gemeenten, provincies wel heel veel moeite moeten doen om tot die Haagse en Brusselse agenda te kunnen doordringen. En ik dacht altijd, wat raar is dat toch? Want Je geeft die steeds meer taken en waarom doe je er zo moeilijk over? Dat heet al met een hele moeilijke term die ik bijna niet durf uit te spreken. Mag, dat is zo'n programma niet. We zullen past, even opletten. Allemaal goed opletten, meeschrijven. Ik ga het heel snel uitleggen. Wij leven in een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Ja. En dat betekent dat Den Haag financieel de touwtjes in handen houdt en dat die decentrale overheden nog enigszins mogen meedoen. Als ik het heel erg populariseer. Ja. Nou, er zit een vreemde tegenstelling in. Want nogmaals, wanneer die decentrale overheden meer wil laten doen omdat ze dichter bij de mensen zitten, Dan zou Den Haag dat moeten omarmen en Brussel ook. Brussel doet het enigszins, maar Den Haag doet dat heel erg weinig. En Den Haag, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. Ja. Als we kijken naar zorg, jeugdzorg, verzin het allemaal maar. Misschien heeft u nog meer voorbeelden. Nou ja, de regionale economie bijvoorbeeld. En als je naar het oosten kijkt, met name naar Twente. Die jaren dat ik Twente nu meemaak, en ook andere gebieden in Overijssel en in Gelderland, dan verwondert het mij dat al die jaren, al die bestuurders die enorm hun best gedaan hebben, tot op de dag van vandaag zich enorm inspannen, dat je relatief weinig ervoor terugkrijgt. Maar dat die taken zijn overgeheveld, is dat een goed idee? Ik ben een erg aanhanger van de visie van Benjamin Barber. En welke visie is dat? Die schreef niet iedereen, nou, denk ik. Nee, maar ook kan ik in één zin uitleggen. Die zegt, 3/4 van de wereldbevolking woont in steden. Ja. In geurbaniseerde gebieden. Gebieden waar veel stenen zijn, waar steden. Geef nou die overheden in die gebieden ook meer macht en laat die dat nou regelen. Want de centrale overheid is druk met straaljagers kopen met de Europese Unie. Ja. En laat nou dat decentrale bestuur ook aan die decentrale overheden. Die zitten er dichtbij, die weten dat het best. Mm-hmm. Nou, en dat lukt in Nederland onvoldoende. Dat komt uit het onderzoek naar voren. U heeft ook gekeken naar het verschil tussen Den Haag en Brussel. U zei het net al even, Brussel doet het ietsje beter. Hoe kan dat dan? Ja, omdat Brussel, Brussel zit nog verder van de mensen af. En in Brussel is zeggen dat het nog moeilijker is? Ja, maar ze hebben in Brussel in de jaren 80, ik maak een lang verhaal ontzettend kort, regionaal beleid. Ja, dat moet je in dit zeggen. Regionaal beleid ontwikkeld. En er zijn allerlei programma's voor ontwikkeld waar je geld op kunt krijgen. Dus zie je al die decentrale overheden grote getalen naar Brussel trekken om te kijken of ze een druppel uit die schat, ik overdrijf het iets, of ze geld uit die schatkist kunnen krijgen. Maar daar zie je dat decentrale overheden enorm moeten opboksen tegen nationale belangen. Ja. Nou heeft u dat onderzoek gedaan. Nou zijn er heel veel van dat soort tendensen. Ook in de aanloop naar de landelijke verkiezingen had je heel veel regionale Kamerleden die zeiden, kies mij uit de regio, want dan heb ik in Den Haag wat te vertellen. Ja. Werkt dat? Is dat een goed idee in de praktijk? Ja, ik moet weer een lang verhaal kort maken. Mag, ik ben bewezen heel goed daarin. Dus, ja, dat is jullie heel goed. Ja, dat is prima. Nou kijk, die regionale Kamerleden doen enorm hun best. Maar als ik heel eerlijk ben, is uit mijn onderzoek gebleken dat het meer lippendienst is dan dat je daadwerkelijk iets van de grond krijgt. Lippendienst, lipservice. Dus het is een beetje. Ja, we zeggen, nou, we gaan het doen. En
Ik heb een aantal interviews, diepte interviews gemaakt met decentrale bestuurders. En de deur stijf dicht, dus ook, mag die naam ook niet bekendmaken. Mm-hmm. Deur zit dicht en hoor je alle verhalen hoe dit in de praktijk gaat. Nou, dat is op zijn zachtst gezegd toch teleurstellend. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Ongelooflijk veel, ja. En ja, u bent jarenlang, zoals gezegd, dus lobbyist. Blijft u dat ook doen? Gaat u nou al deze kennis en kunde meenemen? Nou, ik mag op de UT colleges geven, dus ik probeer dan de nieuwe generatie er wat van over te dragen. Bij te brengen, ja. Ik ben 70, dus ja, ik kan niet tot in de eeuwigheid doorgaan, hoe leuk het ook is. Maar ik probeer dat wel over te dragen. En waar ik ook kan iets bij te dragen om dat proces te verbeteren. Ja, en die studenten die horen dat natuurlijk graag aan. Ja, die vinden dat prachtig. En in Den Haag, bent u daar nu een beetje inmiddels een soort luizende pels? Of zoals ze Dijsselbloem noemen, persona non grata? Nou ja, maar nee, toch? Ja, Dijsselbloem is een ander verhaal. Hè. Die had iets lelijks gezegd, ja, dat heeft u niet gedaan, toch? Nee, dat of alleen met de deur dicht? Ik heb altijd altijd in die coulissen rondgelopen, dus achter de gordijnen. Ja. En geprobeerd van daaruit hier en daar wat invloed uit te oefenen. En als ik dat nog mag zeggen, zo nu dan heb je ongelooflijk veel invloed. Want dan zeg je tegen een bestuurder, als ik in jouw schoenen stond, deed ik dat niet. En vervolgens? En vervolgens doet hij of zij dat dan ook niet. Hè? Ja. Daarom heb ik wel eens gezegd, dit public affairs, hè, zo heet het dan in een Anglo-Amerikaanse term. Daar moet een gecertificeerde en gekwalificeerde opleiding voor komen. En misschien moet je die mensen, net als artsen wel, onder een eed plaatsen. Ja. Hier in dit werk kun je geen avonturiers hebben of platte carrièrejagers. Het is, je breekt ziet ook in de Verenigde Staten hoe ongelooflijk nou dat want je breekt in de democratische besluitvormingsprocessen. Dus dat je moet zuiver op de gaten zijn. Ja, en het is natuurlijk heel onzichtbaar. Lobbyisten, het beroep lobbyist. Koen, is dat iets waarvan jij denkt van goh, zou ik... Als je het hebt over een droombaan, gaan we het zo verder over hebben. Dat hoor je niet vaak, hè? Nee, maar ik heb er ook geen beeld bij. Nee, ja. In die zin, wat het inhoudt. Ja, dat is wel. Heb jij dat? Ik heb er wel een beetje een beeld bij. Ja. Maar het lijkt me vooral een heel ingewikkeld proces om alles dezelfde kant op te krijgen. Ja. En het is niet iets waar je dagelijks tegenaan loopt. Nee. Dus dat idee is misschien best al geopperd bij de Universiteit Twente. Hebben ze de oren naar om er een opleiding voor te krijgen? Ja, we zijn al bezig met, vooral nu de proefschriften er ligt, weer een lang verhaal kort. We zijn bezig met een aantal mensen om te kijken of we samen met misschien de Universiteit van Leiden, daar zijn ze ook actief op dit terrein, om te kijken of we een opleiding kunnen opzetten. Ja, wie weet. Op academisch niveau. Dat heeft dat proefschrift dan maar mooi opgeleverd. Ja, dat zou er heel erg gelukkig mee zijn als we dat klaar krijgen. Fijn dat u er zo in het kort over wilde vertellen. Ja, goed hè? Ja, heel knap.